In Via Cultura Weekend Magazine spreken we Edward Thompson over de bouw van het schip van rivier, boot, stad. En Kees Dijkman die daar een fotoserie over maakt. Presentatie en gespreksleiding Gert-Jan Kleinpaste. Aangeschoven is inmiddels Kees Dijkman. Goedemorgen Gert-Jan. Goedemorgen Kees. Leuk je te zien. Ja, we komen elkaar wel met enige regelmaat tegen. Jij bent op dit moment bezig in Dordyard of City University, wat er gevestigd is omdat daar gebouwd wordt aan een boot voor, ik ben altijd de volgorde kwijt, bootrivierstad? Of stad? Ja, volgens mij is dat hem. Maar ik heb hetzelfde als jij, maar als die drie woorden erin voorkomen, dan snapt iedereen het. Ja, en ik had een beetje ook verwacht dat we vandaag Edward Thompson op die stoel zouden hebben zitten. Maar, die is onderweg. Die is onderweg, dus ik hoop nog dat hij zo kan aanschuiven. We beginnen even met jou, want jij bent bezig om over dat project, ik kan het mensen aanraden om af en toe het hoofd even om de hoek te steken bij de bouw. Als dat dan mag, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Er wordt hier een magnifieke boot gebouwd in deze oude scheepshal. Ja, dat is een project van het Museum Dordrecht. Dordrecht Museum, moet ik zeggen. En de initiatiefnemer, of de kunstenaar, je zei het al, is Edward Clydesdale Thompson. Die het idee had om het oude begrip rivier, boot en stad te gaan verbinden in eigentijdse vormen. Ja. En onderdeel dat bestaat uit een aantal delen. Eén onderdeel is het bouwen van de boot. Er wordt hier een 15 meter lange model van een tjalk gebouwd. Mm-hmm. Die later door de stad heen geduwd of gesleept gaat worden. En daar een spoor achterlaat, een zwart spoor, want hij is inmiddels dan zwart geblakerd. En laat een paar stukken achter die uiteindelijk in brons vereeuwigd moeten worden, zodat daar een aantal, ik noem het maar wrakstukken, maar in de mooie zin van het woord, op straat achterblijven in de buurt van het hof en het museum. Ja, ik heb een paar maanden geleden heb ik Edward een keer een uitzending gehad. Toen hebben we ook een animatie gezien van hoe die route zou moeten verlopen. Het is eigenlijk een route die vanuit het Dordrecht Museum naar het Hof van Nederland gaat. Via een paar straten en door de kloostertuin heen. En daar moeten dan ook inderdaad die elementen achter gaan blijven. Dat is best een heel erg ambitieus plan. Ja. Dus ik ben echt razend benieuwd hoe dat er in de praktijk uit komt te zien. Ik bedoel, we zitten nu in de bouw van die boot in de Biesboschhal. Jij maakt daar een fotoserie van. Wat bracht jou op het idee om juist dit als onderwerp uit te kiezen? Nou, het is een beetje omgekeerd. Ik loop hier niet rond als fotograaf van het project. Zo moet je dat niet zien, maar ik ben hier, dat heet dan deftig floor manager. Ik zorg dat de zaken rond de boot vlot verlopen als er bezoek komt. Ik zorg dat de mensen die hier werken, dat zijn een aantal vrijwilligers, dat zijn een aantal stagiaires, maar ook een stuk of drie professionele botenbouwers die echt verstand van zaken hebben. Dat die het naar hun zin hebben, een natje en een droogje hebben. Een soort manager van alles. Ja. Maar ondertussen kan ik het natuurlijk niet laten om daar foto's te maken van de vorderingen van de bouw. Maar ook die mooie vormen die zo'n boot, zo'n tjallak dan krijgt. Want het is nogal niet niks. 15 meter lang, wat zal die zijn? Een meter of 3-4 breed. En 2-3 meter hoog. Dus, hij is ook behoorlijk hoog nog wel. Zeker. Ik zie het natuurlijk iedere week, maar je ziet hem ook gestaag vorderen en echt een behoorlijk postuur aannemen. Nou, dat is het leuke van dat proces volgen. Je ziet die vorderingen. Maar wat je ook ziet is dat er ook soms hele oude technieken gebruikt worden in de vorm van het stomen van hout. Het is natuurlijk heel spectaculair om te zien hoe een plank, ik zeg het maar even simpel in mijn woorden, in een kist ingaat en daar met stoom en kokend water
gebogen gaat worden om uiteindelijk in de juiste vorm. En dat vervolgens weer tegen de huid van de boot geplakt wordt, geschroefd. Dat vraagt ongelooflijk veel vakwerk. Nou, ben jij floor manager en niet echt van de techniek. Maar wat voor ambachtsmensen en wat voor vrijwilligers lopen er allemaal om die boot heen om dat allemaal vorm te geven? Nou, ik weet van de boterbouwers die dus wel ervaring hebben met het bouwen van andere oude replica's. Denk aan schepen als de Batavia. De Batavia is denk ik in Nederland het meest bekende voorbeeld. Precies. Maar de stagiaires doen bijvoorbeeld zijn meubelmakers van de houtbewerking. Dus het zijn allemaal wel houtmensen die... Ja. Die houden van die geur. Helemaal gek zijn, precies. Die houden van de geur en het gevoel van hout. De buigzaamheid, het levendige van het hout. Ja. En je noemde al stagiaires. Nou weet ik dat ook City University hier in de hal druk bezig is om vooral opleidingen voor jongeren vorm te geven. En te zorgen dat ze daar een hele belangrijke rol in spelen. Dus hier doen ook veel jongeren aan mee. Ja. Zijn dat echt halfjaar stages of weet jij hoe dat eruit ziet? Nee, ik weet dat niet heel precies. Maar het is een kwestie van enkele weken, maand of tweeënhalf, drie maanden. Ja. Die orde van grootte moet je denken. Maar het zijn echte werkstages. Deze mensen krijgen echt hele, toch wel verantwoordelijke opdrachten om dingen te maken en passend te maken in het schip. Ja. En daar worden ze uiteraard bij geholpen door de professionals. Ja. Lijkt mij voor een stagiair toch wel een tamelijk unieke ervaring om mee te mogen werken aan zo'n boot. Ja. Het is bijna zonde, denk ik, dat die boot daarna aarde, de fik gaat erin, beven gaan hem door de stad slepen. En hij valt het uit elkaar. Dat is iets wat niet veel mensen, wat je een hoop mensen moet uitleggen, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar als je daarna achteraan vertelt dat het de bedoeling is om ook definitief die stukken toch achter te laten in de vorm van bronzen vormen, dan kijkt men al wat gelukkiger. En als we dan even kijken, bedoel je zegt van ik was hier als floor manager en ik heb toevallig altijd mijn camera bij me. Als je dan kijkt naar de fotoreportage die je toch voor jezelf in je hoofd hebt. Ga je ook dat traject daarin meenemen van het slepen en dat wat er achterblijft in de stad? Of ben je dat nu zou ik wel erg... leuk vinden om dat ook of, mee te maken. Ja, of ben je nu heel erg gefocust op het ontstaan en de bouw? Ja, op dit moment wel. En ik hou me nog niet bezig van waar is de route, waar moet ik gaan staan of lopen en wat zijn de beste plekjes. Dat komt tegen die tijd wel en dat is... Dit voorjaar, ik begreep van Edward dat het rond juni moet zijn dat er beweging komt in de boot en dat die naar zijn plek gaat, gesleept wordt, of door de stad gesleept wordt. Dat het hoogtepunt van het project er moet zijn. En dan, tegen die tijd zie ik als fotograaf al verder. Ja, dat is me nu lijkt me tegen die tijd heel spannend, want het vraagt in ieder geval dat je weer groepsgewijs mag optrekken. Ja. Dat hoop ik. In je eentje krijg je die boot niet van zijn plek. Nou, dat is nu wel ook toch wel lastig, want de essentie van het project is ook dat mensen uit Dordrecht deel kunnen nemen. Ja. Je kunt als vrijwilliger, er lopen ook drie vrijwilligers hier rond die op vrijdag of de dag dat ze uitkomt komen helpen. Ja. Ja, dat is even, dat kan nog wel heel mondjesmaat. Je mag ook komen kijken, je mag straks misschien met een groep dat er gesleept wordt. Met je wijk of met je voetbalclub of met je toneelvereniging helpen die boot slepen. Maar dan moet wel corona dat toelaten uiteraard. En dat betreft zijn het onzekere tijden. Dat blijft een onzekere factor nog de komende maanden. Daar hebben we echt wel mee te dealen. Ja. Als we gaan kijken, we kennen jou als fotograaf ook voor het andere werk. Ik weet dat je soms exposeert, dat je prachtige reportages in een sociale context maakt. Heb je ook al een beeld van wat je met deze reportage wilt gaan bereiken of wilt gaan doen? Ga je er een boekje van maken? Gaan we een expositie zien? Heb je daar een beeld bij? Nog niet. Ik doe dit op dit moment helemaal voor mezelf en dat is het... Het aardige van mijn werk van de laatste jaren,
als je wel wat op leeftijd komt, dan kan je de dingen doen die je leuk vindt. En het komt zoals het komt. Ja. Dat is sowieso mijn werken. Ik kijk een beetje om me heen. Dan zeg ik het wel heel simpel. Maar loop door de stad. Maar nu ben ik op deze plek. En kijk wat er gebeurt. En ik loop mee met de boot naar het museum en het hof. En ga daar mijn plaatje schieten. En wat er uiteindelijk uitrolt, ik zou het je nog niet durven zeggen. Nee, als dat leidt tot een iets wat je kunt laten zien aan de mensen, zou ik wat ik wel heel leuk vinden. Daar ben je tenslotte ook fotograaf. We hebben een paar foto's, die hebben we even in dit gesprek al getoond aan de kijkers thuis. Als jij naar die boot kijkt met een fotografenoog, wat wil je nou heel graag daarin vastleggen? Wat gebeurt er met jouw fotografenbrein op het moment dat je bij dat schip staat? Nou, dan zie ik vooral een groot ding. Laat ik daar eens mee beginnen. Als je daar langs loopt of naartoe loopt, wordt het ding steeds groter. Mm-hmm. Dan sta je heel toch onder de indruk, onder die boot in aanbouw. Twee, de hout, ook dat pakt me toch, die structuur van het hout, die vezel. Maar ook de lijnen van de huid die nu zichtbaar worden. Die planken die tegen de huid staan. Daarvoor waren het vooral de ribben die dwars op de kiel stonden en die een mooi ritme vormden. De veeg van de bovenkant van de boot, die is natuurlijk prachtig, die ronde vorm. Nou, dat zijn allemaal dingen die me toch als fotograaf boeien en waar ik dan graag fotootjes van wil maken, platen van wil maken. Ja, en dan kies je ook voor close-ups en voor... Nou, dat wisselt dus. Soms moet je er wat dichter op gestaan als je de vezeligheid wil pakken. Mm-hmm. Met het licht wat er langs strijkt, waardoor je die structuur van die huid zo mooi kan zien. En soms moet je wat meer afstand nemen om de grote lijnen in beeld te brengen. Ja. En dan gaat ook de omgeving natuurlijk een rol spelen van die leuke hal die hier staat. Ja, en nou meen ik dat ik... ook wel foto's hebben gezien met mensen erop die gewoon echt aan de slag zijn. Ja. Dat is ook wel nadrukkelijk jouw bedoeling, dat je ook het werk zelf, de mensen die dat vakwerk verrichten, in beeld brengt. Ja, mensen aan het werk vind ik sowieso een leuk onderwerp als het gaat over portretten. Mensen die op hun plek zijn, dat is een beetje de rode draad door mijn hele werk. Maar dat kan ook een werkplek zijn waar mensen geboeid worden, in dit geval door dat hout. Je ziet het aan die gezichten, hoe ze bijna in gevecht zijn met zo'n plank om krom te krijgen of om hem ter plek te krijgen. En hoe dat precies uitgemeten wordt. Of soms met letterlijk stoom en kokend water voor elkaar gekregen wordt. Nou, en dat is ontzettend boeiend om in beeld te brengen. Nou ja, ik verheug me heel erg op de serie die je aan het maken bent. Ik ben blij dat je hier als floor manager bezig bent. Ik ook. Ik ben vooral ook word erg gelukkig van het feit dat je bezig bent om dat wat hier gebeurt ook in beeld te vangen. Want die boot die vergaat straks weer. En dan hebben we gelukkig de beelden nog. Ja. Overigens worden er ook van andere hoeken nog door mensen van Edward... plaatjes gemaakt hoe heet het ook weer, timelapsen gemaakt, hoe dat volgt. Ja. Maar dat gebeurt van een wat grotere afstand en ik probeer er wat, laten we zeggen, zo dicht mogelijk bovenop te zitten. Je kruipt er echt in de huid van. Echt op de huid gaan zitten, in dit geval de huid van het schip. Oké, ik wens jou in ieder geval heel erg veel succes. Dankjewel. Met het afronden van die documentaire. Ik ga even kijken of onze volgende gast gaat aanschuiven, want we gaan zo praten over de voedseltransitie hier op het eiland. Nou ja, jij houdt je als floor manager wel bezig met het voedsel hier. Ik hou me met voedsel bezig, de mensen die hier druk aan het werk zijn. Waarschijnlijk heb jij straks ook weer te zorgen voor een lunch. Ja, als het goed is. Ja, klopt. Ja. Dus wie weet wat voor lunch dat wordt. Nou ja, ik vrees vandaag nog even van de Jumbo, maar... Maar we staan ook... in ieder geval heel veel succes met jouw werk. En laten we volgen hoe het met jouw reportage vordert. En
Ik hoop er over een tijdje weer wat van te zien. Kees Dijkman, dank je wel. Graag gedaan. En aangeschoven. Hallo. Hallo. Edward. Nice to meet you again. Nice to be back. Thank you for having me. A few months ago, we had a talk in the same program when you started to build the boat you are working on. We saw this beautiful animation at that time. At what point of the project have you arrived now? Well, we are now, let's say, four months later, maybe 3.5 months later. We are a bit over halfway with the boat, maybe two-thirds of the way through the build of the boat. So the keel is there, the stern is there, most of the ribs are there. We're now doing the planking on the outside of the boat. So the boat, we're bending the wood. We've built a steam machine to be able to heat the wood up to get enough flexibility, let's say, within the structure of the wood to be able to bend it. The production of the boat is with quite old techniques. It is. I mean, it's a handcraft, really, building a boat. It's very old knowledge, let's say. It's not a knowledge that is widely spread. We have three very skilled boat builders that have spent a lot of their lives doing historic reconstructions of boat builders, and they're leading the boat because they know all of these old techniques. There's a way of doing things, there's a way of working with the wood, and this is not a knowledge that I have. And it's amazing to see them working. Mm-hmm. And we also have very young apprentices from the Da Vinci College. Okay. We're on our second team of apprentices now. We have each team comes in for 10 weeks, and we have four apprentices at a time. So we did one team, and now we're on our second team. And they're learning also these old woodworking techniques, but also a lot about how to work with solid wood. It's difficult for people to get apprenticeships these days, and especially working with solid wood, with the real material. Most apprenticeships within the field of carpentry that they're working. It must be very exciting for young people, I think, to experience these old techniques, and I imagine they have a lot of fun working with that technique. I think so. I hope so. They seem to enjoy it. I think they get a lot out of it. There are certainly a lot of things to learn, a lot of challenges, of course, to overcome. So yes, it seems like they're enjoying. And in general, how many people are working on this project? It must be huge to. Well, we have this team of three, let's say, master boat builders that are leading the build, and then we always have four apprentices working with them, so that's seven, and then we have three volunteers currently. We would like to have more, but with the safety regulations at the moment, we want to be able to keep a distance, so that's quite okay like that. So there's about 10 people working on the boat, not all every day, but... And then I have my own team in the studio working on it. So we're about another three or four people working on it. So there's, 10 to 15 people, let's say, on different days. The corona regulations, is it causing any delay in the project or? It does cause, it causes delays. It certainly caused a big delay in the beginning where all work had to stop, so we would have had the event by now. So we had to stop for 6 months. Yeah. We started the build again, and now we've implemented distancing and safety measures, which don't necessarily slow down the process as such. But we cannot bring as many people in to help as we would want to because we need to keep some space. So it slows it down a bit, but I'm thankful that we are still able to continue to build on it, as we can keep enough distance here for that. But what I find a shame is that we had planned many activities
throughout the build, every month we were going to have an open activity here, mm-hmm. Opening up some of the history of the Bin and Far, the history of shipbuilding, yeah. the nature of the project. And of course, we cannot invite people here. That is simply. It's quite disappointing that you cannot organize these events. Yeah, this is very disappointing. We've been trying to find other ways. So we did an interview, which was on YouTube, and we've been making lots of small videos mm-hmm. to try to bring people along with the build. And we're continuing in that, doing these other kinds of activities that we can do at this moment. Okay, and I remember the animation you showed us the first time you visited this program. It was astonishing. And spectacular to see the boat coming through the garden of the Dordrecht Museum on its way to Hoffen, Nederland. Is there a date set already when that happening will take place? Yes. We have set a date. The 19th of June is mm-hmm. the date, and I hope we can stick to that date. Yeah. Everything depends on in what way the virus develops over the coming months. Yeah. We will delay the event in case there are still restrictions in the public space as to how many people can come together. In that case, we'll push it to September. Yeah. It's very important that many people can come to the event, not just because we need to pull the boat together, but also we want, of course, an audience to see it. Yeah, so. I can imagine you also want an audience, but you also have you need a lot of people. We need a lot of people to pull and push the boat exactly through the streets where it's going to exactly. be. I remember that the boat will be kind of burned first before you are going to pull it. Why was that? Well, it is a form of transformation. Mm-hmm. So it first the boat is built, then it is transformed into charcoal, and then it is then cast afterwards in bronze to come back as the sculptures. So it's this process of transformation from one material into another, from one form into another. It's it also changes it into a kind of a drawing tool, in a sense. So it draws a line as it passes on its journey. Well, I hardly can't wait until the 19th of June. Mm-hmm. I wish you a lot of success finishing this lovely ship. I look at it every week. Mm-hmm. It's developing well. It's a marvelous project. Mm-hmm. So thank you thank for you. Being in our show. And thank see you later.